Leggen. De weekvlog zou eigenlijk vanaf maandag gaan beginnen. Het is nu geen maandag, het is vandaag donderdag en morgen is het vrijdag, wat dus morgen betekent dat het einde van de week is. Eigenlijk is de afgelopen tijd weer niet heel erg goed gegaan. Afgelopen week heb ik in het ziekenhuis gelegen in verband met klisma's die ik heb gehad, enzovoort enzovoort. Het is op zich redelijk goed gegaan, want daarna heb ik ook zelf ontlasting gehad, wat heel erg fijn was. En eigenlijk is het daarna weer echt bergafwaarts gegaan. Het is heel slecht gegaan. Ik heb zaterdag dus normaal naar de wc gekund en vanaf zondag dus niet meer. Tot nu, het is vandaag donderdag, het is avond. En ik heb dus vanaf zondag geen ontlasting meer gehad. En dat merk ik heel erg, want ik heb heel erg veel buikpijn. Zoveel buikpijn heb ik serieus nog geen één keer gehad. Zo erg dat ik woensdag mijn eigen ziek moest melden op school. Ik trok het niet meer. Ik heb onderweg naar huis alleen maar zitten huilen. Toen ik thuis kwam heb ik gehuild van de pijn. 'S Avonds heb ik gehuild van de pijn. 'S Nachts heb ik gehuild van de pijn. Ik trok het niet meer. Vandaag dus de huisarts gebeld. Ik moest langskomen. Er is even weer gevoeld en gekeken wat betreft mijn darmen. En ze schijnen dus weer vol te zitten. Het schijnt nu dus op te hopen aan de bovenkant hier van mijn darmen. Normaal zakt het hier naar beneden en dan gaat het zo naar buiten. Dit deel, hieronder schijnt het dus leeg te zijn, mijn endeldarm. Mijn dikke darm schijnt dus vol te zijn. En als ik op mijn buik druk, hij is niet heel erg opgezet. Maar geloof me jongens, het doet heel erg zeer. Ik heb medicatie gehad daarvoor. Opnieuw, andere medicatie. Hopelijk gaat het wel een keer werken. Want ook de apotheek zei, Kim, je hebt zoveel medicatie bij ons gehaald. Er moet toch wel iets zijn wat werkt? Niet dus. Ik heb nu andere medicatie gehad in de hoop dat dat gaat werken. Ik weet het niet. Ik moet er morgen mee beginnen. Maar ik wil niet morgen nog thuis zitten. Ik ben teruggeplaatst om het feit dat ik mijn stageuren niet meer kon inhalen. Omdat mijn lichamelijke gezondheid naar beneden ging, achteruit ging. Daardoor kon ik dus niet meer stage inhalen. Heb ik de hele vakantie moeten bijkomen. Begin ik nu opnieuw aan mijn opleiding. En ben ik weer afwezig. Dat is gewoon heel erg naar, heel erg vervelend. Ik had het ook echt anders willen zien. Ik had gewoon nu weer lekker met een schone start willen beginnen. En willen knallen aan mijn opleiding. Maar dat gaat dus niet. We zijn deze week in de tweede week. En vorige week ben ik 2 dagen afwezig geweest. Vandaag, of tenminste deze week, ben ik 2 dagen afwezig geweest. Dit houdt niet op, jongens. Echt. Maar ja. In ieder geval, voor vandaag en voor morgen toch nog een vlog die zondag online gaat komen. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden, jongens. Let's go. Ik ga in ieder geval nu, het is avond, ik moet mijn spullen klaarmaken voor morgen. Want morgen ga ik wel naar school met alle medicatie. In de hoop dat het goed gaat. Dus ik ga nu alles klaarmaken. Ik ga kleding pakken. Ik ga mijn tas inpakken. Ik ga me klaarmaken om lekker te gaan slapen zometeen. Het is namelijk al 9:15. Is niet heel laat. Maar ik ben wel heel erg moe omdat ik vannacht niet heb geslapen. Dus we gaan maar even aan de slag, jongens. In ieder geval, welkom bij een nieuwe vlog. Goed, ik ga beginnen met een beetje opruimen. Want ik kan je vertellen dat ik de afgelopen paar dagen alles heb neergegooid wat ik maar kon neergooien. Mijn USB-stick voor school ligt op mijn bureau. Mijn oplaadkabel ligt op mijn bureau. Schoonmaakboekjes. Goed. Laat spelen staat even lekker aan. Ik ga me even lekker opfrissen. Ik heb vanmorgen gedoucht, dus dat is nu niet meer nodig. En morgenochtend ook niet. Dus ik ga me even lekker opfrissen. Ik zweet heel erg. Dus opfrissen is echt nodig nu. En daarna ga ik me lekker omkleden. En duik ik lekker mijn bedje in. Alles is op zich opgeruimd op dit stuk na. Dat moet ik even uitzoeken en doen. Alles op zijn gemakje, jongens. Ik heb heel veel buikpijn. Dus even chill. Het komt echt wel goed. Ik ga me lekker opfrissen. En dan gaan we nog even genieten van een aantal YouTube video's. Want dat heb ik de laatste paar dagen ook niet zo heel veel gedaan. Ik heb heel veel geslapen. En daarna ga
ga ik ook lekker slapen. Ik ben heel moe. Dus die rust heb ik hard nodig. En morgen een dag school. Ik hoop dat het goed gaat. We gaan het meemaken. Goedemorgen allemaal. Ik ben een beetje overbelicht. Met deze stukjes zitten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik ben wakker. Ik heb heel slecht slapen weer. Ik heb heel veel pijn gehad vannacht. Maar ik ben in ieder geval wakker. Ik heb mijn tas ingepakt. Die staat daar. Ik ga naar beneden. Ik ga ontbijten. Ik ga mijn medicijn innemen. Ik moet een klein drankje drinken die ik over de dag moet gaan verdelen. Ik moet pilletjes innemen. Ik moet een zakje drinken. Dus ik heb mijn tijd hard nodig en ik ben helemaal niet zo'n wonder met medicijnen. Dus oké, jongens. Ik hoop, ik twijfel heel erg of ik wel of niet naar school ga. Ik voel me nog steeds niet goed. Ik heb heel veel pijn. Maar aan de andere kant wil ik wel naar school, omdat ik nu gewoon heel veel mis. Dus het is een beetje denken van wat gaan we nu doen. Ik denk dat ik wel gewoon ga, dat ik het gewoon aan ga kijken. Maar ik ben heel erg bang, want ik moet natuurlijk vandaag voor het eerst beginnen met die laxerende medicijnen. En voor hetzelfde geld ga ik daar compleet op af. Dan ben ik wel op school en kan ik dus gewoon niet meer naar huis, zeg maar. Weet je, want het duurt hartstikke lang voordat ik dan thuis ben met de bus. Er is niemand die me op kan halen. Dus het is echt lastig. Ik twijfel echt heel erg. Aan de ene kant hoop ik dat het even duurt voordat die medicijnen werken. En aan de andere kant hoop ik dat het gewoon zo snel mogelijk allemaal werkt. Maar ja, niet als ik op school ben. Daar zit ik niet op te wachten. Maar ja, in ieder geval mijn bed is opgemaakt. Alles is gewoon netjes opgeruimd. Dus ik ga mijn spullen pakken en ik ga naar beneden. En we gaan zien hoe het vandaag gaat lopen. Ik loop inmiddels buiten. Medicijnen zijn ingenomen. Ik sterf van de buikpijn. Ik hoop dat ik het een beetje ga redden vandaag. Ik ga mijn best doen. Die pepermuntenblikjes die ik nou heb... Tenminste, die Tempercool, dat zijn basis pepermuntolie tabletten. Die voel ik echt gewoon in mijn slokdarm in mijn maag zitten. Dat is zo naar, in mijn keel ook gewoon. Ik heb elke keer een beetje een scherp smaakje in mijn mond. Maar het is ook wel weer lekker. Maar ja, nu in ieder geval dus... Oeh, even overpakken. Nu in ieder geval dus onderweg naar school toe. Ik heb mijn tas bij. En ik heb mijn tas bij met eten, omdat ik... past er hier niet meer in, kan ik je vertellen. Dus ja, let's go, op naar school toe. Ik hoop dat ik het gevoel hou. Met licht oppakken, heb ik het idee. Maar goed, in ieder geval, ik ben uit. Het is goed gegaan vandaag op zich. Ik ben nog niet in de wc geweest, dat is het enige nadeel. Ik heb wel heel erg veel last gehad van mijn schouders. Mijn schouderbladen en hier tussen. Ik weet niet wat het is, maar daar heb ik heel veel last van gehad vandaag. Goed. Ik had dus helemaal niet door dat ik aan het filmen was. Ik ben thuis. Ik ben even mijn spullen aan het inpakken en doen. Nou ja, eigenlijk is dat al gebeurd. Ik neem mijn telefoon mee. Ik ben even op zoek naar mijn andere hoesje, maar die kan ik nergens vinden. Dat is heel irritant en ook heel vervelend. Dat is eigenlijk hetzelfde irritant en vervelend, maar goed. Maar ik had dus een soort zalmachtig hoesje, maar ik weet dus gewoon niet meer waar die is. Ik kan hem niet vinden. Dat is echt heel erg naar. Ik verstop dingen vaak te goed gewoon. Zo goed dat ik ze gewoon nergens mee terug kan vinden. Vaak wil ik ook nog wat hier zetten, maar dat zie ik dus ook niet. Echt geen idee waar ik dit heb verstopt, echt. I don't know. Nou, ik ga nog even gaan kijken. Misschien dat ik hier een helder moment krijg. Ik denk, daar ligt het, maar ik denk het niet. Maar ik ga even zoeken en daarna ga ik richting mijn opa en oma. Hallo allemaal. Ik kan jullie wel vertellen dat het inmiddels avond is. En ik heb dus eigenlijk helemaal niks gefilmd. Want ik ben mijn camera vergeten. Ik kwam net thuis en ik zag hem dus op mijn bed liggen.
Ik liep naar mijn opa en oma toe vanmiddag. En toen dacht ik eerst wat ik bij mij gedacht is. Nee, ik heb alles bij me. Ik had dus mijn camera onder een paar papieren op mijn bed laten liggen. En dat had ik dus helemaal niet door. Ik ben me trouwens ondertussen gaan aan het omkleden. Dus ik denk niet van wat kan je aan doen. Maar die had ik dus laten liggen. En ik stond voor de voordeur bij mijn opa en oma. En ik dacht, joh, ik ga even filmen hoe ik naar binnen loop. En toen kwam ik in één keer tot de conclusie dat ik helemaal geen camera bij had. Dus dat komt natuurlijk moeilijk. Dus ik heb op zich niks gefilmd, maar heb ik ook niet heel veel gedaan. Ik heb lekker bij mijn opa en oma gegeten. We hebben eerst even boodschapjes gehaald. Vervolgens zijn we lekker gaan eten. Daarna ben ik met mijn opa's telefoon bezig geweest. Want mijn opa's telefoon die schijnt heel snel heel erg leeg te gaan. En dat vindt hij gewoon heel erg irritant, snap ik, absoluut. Nou ja, weet je, ik ben iemand die loopt 24/7 met 3 powerbanks op zak. Mijn opa doet dat niet daarentegen, dus ik vind het ook wel gewoon fijn dat hij gewoon een normale volle telefoon heeft. Mijn opa had een telefoon, die was volgens mij al, ik denk ongeveer 3 jaar oud. En mijn telefoon is net 1 jaar oud, die Samsung. Dus ik heb tegen hem ook gezegd, ik zeg, joh, wat wil je? Nou ja, hij zegt van, joh, hè. Ik wilde zeggen van, joh, moeten we switchen? Nou, dat wilde hij in eerste instantie niet. Maar ja, uiteraard toch maar gedaan. Zodat hij gewoon lekker een volle telefoon heeft. Dus hij heeft nu mijn Samsung J3 2017. En ik heb de Samsung S6. Op zich ook geen slechte telefoon, absoluut niet. Het enige nadeel aan deze telefoon is dat deze ietsje ouder is dan de Samsung J3 2017. Deze telefoon is namelijk al ongeveer 3 jaar oud. En mijn telefoon is 1 jaar oud. Dus de accu gaat waarschijnlijk iets sneller ervan leeg. Maar dat vind ik nog niet zo'n heel erg probleem. Ik ben eigenlijk omgekleed. Ja. Dus ik heb ervoor gekozen om lekker met mijn opa te switchen. Dat is voor hem fijner en mij maakt het totaal niet uit. Dus ik ben de hele avond van bezig geweest met het overswitchen van deze telefoon naar mijn telefoon. En andersom, want ik moest natuurlijk ook gewoon weer een telefoon gebruiken. Ik gebruik nu dus de telefoon van mijn opa. De gouden Samsung S6. En werkt best oké. Ik moet nog even aan wennen. Het loopt af en toe vast. En hij wordt heel erg warmer als je hem gebruikt. Ik weet niet of dat normaal is, maar oké. Ja. In ieder geval, ik ben lekker omgekleed. Ik heb lekker een topje aan, een korte broek. En ik ga zo op mijn bed in, jongens. Ik ben echt heel erg moe. Buikpijn is op zich meegevallen vandaag, mocht ik je vertellen. Alleen gisteren had ik heel veel buikpijn. Na mijn avondeten, dat had ik vandaag dus weer. Heel erg veel buikpijn. Ik heb me even proberen rustig te houden. Ik heb even zo'n pepermuntenblad nog ingenomen, want ik heb morgen nog 1. En ik moet zeggen dat het nu best oké gaat. Ik ga beneden nog even wat drinken. Ik neem mijn laatste zakje nog in voor vandaag. En dan ga ik lekker mijn bed in, jongens. Ik ben dood en doodmoe. Morgen wordt waarschijnlijk het bed opgehaald. Dus hopelijk komt dat ook allemaal nog voorbij. Ik ga voor morgen toch nog eventjes door. En ja, ik zou zeggen, ik zie jullie morgenochtend als ik wakker ben. Ik wil nu lekker gaan slapen. Tot morgen. Goedemorgen. Oh, ik zie er lekker moe uit. Maar ja, goedemorgen allemaal. Het is zaterdag, het is weekend. Ik heb niet heel veel grote plannen vandaag. Een beetje huiswerk maken. Ik moet natuurlijk naar mijn opa en oma toe. En dat is het volgens mij al zo'n beetje. Het valt echt allemaal hartstikke mee. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon lekker snel gaan beginnen. Ik ga lekker douchen. Ik ben net wakker. Ik heb heel slecht geslapen. Vannacht om 5 uur wakker geweest. Vannacht om 2 uur, om 3 uur. En om 1 uur wakker geweest om te plassen. Maar ja. Ik heb toch een beetje kunnen slapen. Gelukkig nog na 5 uur. Dus ik ben blij om. Dus ik ga nu maar lekker douchen. Het is even nodig. Maar hij is lekker vet. Even lekker opfrissen. Oké, goed. Let niet op mij. Ik zie er nog totaal niet uit. Ik moet de make-up resten over mijn gezicht halen. Ik moet mijn haar nog doen. Maar daarentegen heb ik wel even mijn nagels gedaan. Ik ben amper klaar en ik ga mijn nagels gewoon lakken. Dan moet ik wachten tot ze droog zijn. Super dom.
Nee, al die andere nagellak die ik op had, die was een beetje aan het afbladeren. En ik denk, joh, ik heb dit kleurtje gisteren gekocht. Hoe autumn is trouwens dit? Hoe herfstachtig? Het is goudgroen. Ik vind het zo'n mooie kleur. Hij is trouwens van Essence. Check. En ik vind hem zo mooi. Ik draag heel weinig Essence nagellakjes de laatste tijd. Ik draag heel veel Catrice of Hema. Maar ik dacht, joh, ik vind die kleur zo vet. Ik ga hem gewoon meenemen. En ik heb hem nu op, jongens. En I love it. Ik vind hem zo ontzettend mooi. Ik ben er echt heel erg blij mee. Maar in ieder geval, ik ben eventjes de verjaardagsvlog van Claire aan het kijken. En als dat klaar is en als mijn nagels een beetje normaal droog zijn, ga ik even verder. Ik laat mijn bed vandaag denk ik lekker even open liggen. Ik kan het even lekker luchten. Ik ga zo mijn raam open doen. En ja, op zich best wel een heel relaxed dagje. Ik weet niet eens hoe laat het is. Het is 9 uur precies. Ik ben 7:45 opgestaan. Dus het gaat allemaal goed, jongens. Lekker rustig aan. Dat is de bedoeling voor vandaag. Goed, ik ben nu redelijk enigszins klaar. Ik heb wat mascara opgedaan. Wat concealer, mijn wenkbrauwen, highlighter en blush. Want ik heb iets leuks gedaan vandaag. Namelijk, ik ga af en toe eens een poll plaatsen vandaag. Omdat jullie vandaag weer mijn dag gaan bepalen. En ik heb nu even neergezet, mag ik zo make-up op? Ja of nee? En er is 50-50 gestemd. Dus ik heb toch gekozen voor een lichte make-up look. Ik heb namelijk geen oogschaduw op en al dat soort dingen. Ik heb gewoon heel licht eventjes wat gedaan. Ik heb ook geen eyeliner op. Ik heb mijn wenkbrauwen ook niet helemaal goed ingekleurd. Gewoon eventjes een beetje snel. Dat ik toch nog wat op heb, maar niet helemaal over de top. Ik heb mijn tas eventjes ingepakt. Ik ga lekker richting beneden. Ik ga even een kopje koffie drinken. En daarna ga ik de poll plaatsen wat ik moet gaan eten. Wat ik trouwens aan heb is dit gestreepte witte shirtje met deze blauwe broek. En deze schoenen van de Primark. Even lekker simpel. Deze broek zit gewoon lekker los. Dus dat vind ik wel chill. Dus ja, jullie gaan bepalen wat ik ga eten. Ik ben heel benieuwd. Gehaald. Mijn pa moest lichaas hebben, ik moest even wat hebben en mijn pa had gisteren de chips, tenminste de gewone wokkels opgegeten, dus ik heb even één zak meegenomen. Dus dat heb ik gehaald, een paar kleine boodschappen. En ja, het is super lekker weer buiten, de zon staat ook echt heerlijk in schijnen. Het is helemaal niet koud. Dus even lekker boodschappen gedaan, even lekker gewandeld. Lekker ongemak lopen, ik loop echt serieus op een super langzaam tempo. Ik heb alle tijd. Dus ja, ik ben op zich helemaal tevreden. Ik ga zometeen nog even aan wat huiswerk. Dat is nog even te doen. En daarna ga ik denk ik een begin maken aan deze vlog om te editen. Het huiswerk hoeft niet nu. Eigenlijk weet ik niet eens wat ik moet doen, want ik was er die week niet. Of die dag. Dus dan moet ik eerst na gaan vragen in de hoop dat ik het te weten krijg. Dan kan ik eraan gaan werken. En anders heb ik pech. Moet ik volgende week beginnen. Maar ja, in ieder geval wel lekker aan de wandel, jongens. Het is heerlijk weer vandaag, echt. I love it. Die telefoon van mijn opa is trouwens ook best wel snel leeg. Dus ik snap wat hij bedoelde. Ik heb vanmorgen van 9 uur van de oplader gehad. Hij was nu al helemaal leeg, dus mijn powerbank die hangt eraan. Vandaar die roze kabel. Maar ja, ik ga zo eventjes lekker kijken of er nog wat te doen valt thuis. Mijn moeder is aan het strijken. Dus wat ik moet doen, I don't know. We gaan het zien. Goed, lieve mensen. Ik ben dus eventjes weg geweest bij Ritaan. Dus ik heb vervolgens even het zonnescherm buiten uitgeklapt. Zodat hij even kan drogen. En dan kan hij daarna opgeborgen worden. Maar daarbij is iets fout gegaan. Namelijk, ik
kreeg het niet voor elkaar, dus ik ging me uitrekken op mijn tenen staan, dit en dat. En vervolgens hoorde ik in één keer in mijn hiel knap. Ik denk, oh. En ik heb dus een vermoeden dat nu mijn Achillesbees is verrekt of iets. Deze, hier achter mijn hiel. Ik heb mega veel pijn. Dus ik heb een beetje dik en opgezet. Ik ga mijn schoenen uitdoen. Aan de ene kant wil ik ze het liefst aanhouden, want dan heb ik het meest de steun. Maar ik denk dat ik het beter even uit kan doen en even mijn voeten hoog kan gaan zetten, want... Auw. Want het doet best wel zeer. Ik heb dus schijnbaar mijn Achillesbees verrekt, heb ik het idee tenminste. Ja jongens, weet je, ik heb nog niet genoeg met die darmen, dus dit kan er nog wel eventjes bij, dat is geen probleem. Hoppatee. Dus ik ga even chillen. Even hopen dat het een beetje gaat zakken. Ik ben wel net eventjes gaan checken voor mijn huiswerk, maar dat kan ik dus pas volgende week doen. En ik heb net wel een deel van de vlog geëdit. En de laatste deel ga ik vanavond editen. Dus op zich is het een heel relaxed, rustig dagje, maar... Ik heb wel een idee dat het inderdaad iets met mijn Achillesbees is hoor, want het is wel heel erg dik en kijk. Het is wel heel erg dik. En hij steekt uit en doet heel veel zeer. Mijn kuit doet ook heel veel zeer hier. Ik weet het niet hoor, maar... Ik voel hier ook wel een deuk zitten. Als ik er heel zacht overheen ga, valt de pijn wel mee, maar... Au. Maar ja, eventjes chillen zomaar dan. Ik kan er niks anders meer van maken. Ik ga ondertussen even wat YouTube filmpjes kijken. Ik heb nog niet heel veel... Ik heb trouwens wel een leuke achtergrond gevonden. Die vind ik wel heel erg tof. Dus ja, ik ga even wat YouTube filmpjes kijken. Ik kan er niet meer van maken, jongens. Echt niet. Ik ben ook gewoon zo moe. Ik heb gewoon weer zo slecht geslapen vannacht. Ik slaap ook gewoon zo slecht. Als je nog tips hebt waardoor ik misschien beter kan slapen. Of minder moet plassen. Maar minder drinken, maar dat is ook niet goed. Let me know. Want ik word er echt gek van. Ik ga er gewoon echt serieus 4-5 keer uit in de nacht. Terwijl ik normaal altijd gewoon makkelijk 9 uur achter elkaar door kon slapen. Het breekt me wel op hoor, zeg ik heel eerlijk. Het is echt wel zwaar gewoon. Dat ik denk, pff, moet ik weer op? Ben ik weer wakker? Maar ja, dat had ik vannacht om 1:05 ook. Maar goed, in ieder geval, ik ga even op mijn gemak YouTube filmpjes kijken. Meer kan ik niet doen. Goed lieve mensen, het is tijd om de vlog te gaan editen. De laptop staat al klaar. Ik ga de video afsluiten. Het is inmiddels bijna 5 uur. Ik ga het lekker avond eten. De rest van de avond niks doen, alleen tv kijken. En vroeg slapen, want ik ben echt kapot. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe alsjeblieft een blauw duimpje omhoog als je hem leuk vond. Of nou ja, in mijn geval een groen duimpje, maar een blauw duimpje is ook altijd leuk. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!